Ja, wij gaan iets nieuws doen vanavond, want Terdege bestaat 40 jaar. En dit is de 25ste keer dat we Terdege live met elkaar maken. En daarom hebben we een nieuw spel verzonnen. Het heet het Bel-Snel-Spel. En degene die als eerste deze telefoon over laat gaan en mij aan de lijn krijgt... En zegt welke naam of plaats of persoon dat is... die wint een prijzenpakket ter waarde van 75 euro van Terdege. In de wereld. Iemand die doet een bestelling voor bitterballen misschien. Of dit is een, iemand die het antwoord denkt te weten. We gaan kijken. Met Rikold. Ja, goedenavond met John Molendijk. Goeiedag, Wim Molendijk. Hallo. Goedenavond. Waar woont Wim Molendijk? Hendrik Ido Ambacht. Hendrik Ido Ambacht. Prachtig. En de hele avond al aan het kijken? Ja, zeker weten. Mooie uitzending. En u denkt het antwoord te weten op onze Bel Snel Quiz. Ja, dat denk ik wel, ja. Zeg het maar. Ik denk aan Juliana. Juliana! Beste Wim, dat is fout. Ja, fijne avond verder. Jammer hoor, dag hoor. Voor mijn studie naar Graz verhuisd in Stiermark, een andere provincie. Maar ik heb wel genoten in Carinthië. Ja. Oké, okay, ik ga nog één keer op. Ja, doe dat. Met Rikold. Hallo. Hallo. Jij zegt nu maar. Ja, geen dan. Ik hoor allerlei gefluister. De hele familie is aan de lijn, geloof ik. Ja, ik dacht dus aan Juliana Dorp. Juliana Dorp. Ja. Hoe heet je? Remco. Remco, wat leuk dat je meedoet. Maar je hebt niet gewonnen. Oh. Dag, Remco. Eeuw. Kijk, ik had niet langer moeten blijven treuzelen. Want de telefoon gaat over en we gaan kijken wie er aan de andere kant is. Met Rikold. Met Annelien. Annelien? Ja, uit Werkendam. Uit Werkendam, Annelien. Wat gezellig dat je even belt. Je zit de hele avond al met bezweten handjes voor het toestel... Ja, want hij deed het net niet. Wat zeg je? Hij deed het net niet. Hij deed het net niet? Nou, gelukkig heb ik je nu aan de lijn, Annelien. Ja. Vertel, wat is je antwoord? Wilhelmina. Wilhelmina. Annelien, heb je wel eens een prijs gewonnen? Nee, nog nooit. Nee, ja, nou, dat gebeurt vanavond ook niet, helaas. Oh, jammer. Dag, Annelien. Doeg. Doeg. Zeker leuk. Ja, kijk, daar is er weer één. Nou, eens kijken wie nu durft te bellen. Goedenavond, met Rikold. Hallo, met Emily. Met Emily. Hallo. Hallo, Emily. Ben je een zus van Annelien? Nee. Oké, waar woon je, Emily? In Apeldoorn. Wat gezellig, hier vlakbij. Ja, nou zeg eens, wie denk jij dat wij zoeken? Ik denk dat het Irene is. Irene. Van harte gefeliciteerd. Ja. Kijk, we hebben er een speciaal muziekje voor laten maken. De hele band komt hier nu naar binnen om dat muziekje af te spelen. Nee, het is gewoon Terdege live en dat is kijken. Zeker. Het is weer verrassend. Verrassend, ja. Nou, er zijn... Oh. Ja, nou... We krijgen nog een beller. Ja, ik... Misschien al iemand die weet wat het is. Dat je thuis moet komen. Met Rikold. Ja, hallo. Hi. Hi. Wie spreek ik? Ik denk dat ik iets weet. Met wie? Ik denk dat ik iets weet. U denkt dat u het weet. En wie bent u? Jan. Ja. Jan, ja, zo heet half Nederland. Ja. Maar goed. Jan, zeg het eens. Christina, prinses Christina. Oh, Jan komt nog op de quiz terug. Oh. Jan, sorry, maar we hebben de prijs al weggegeven. Oh, dat is jammer. Ja, heel jammer. Jan. Ik dacht dat je over iets anders belde, maar dat komt de volgende keer dan. Ik had nog niet gehoord dat je er al was. Maar je had het ook fout trouwens, dus je had niks gewonnen. Maar het was Irene. Irene, oké. Ja. Hey, Jan, dankjewel voor het meedoen, hè. Prima. En de volgende keer beter. Tot volgende keer. Jo, dag Jan. Doei. Doei. We gaan hier gauw een eind aan maken, want... Anders dan zitten we hier vannacht nog met al die bellen.